Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Goed nieuws! Plekzat in Wagenberg blijft voorlopig open. De Stichting Dorpshuis Wagenberg en de gemeente Drimmelen hebben samen goede afspraken gemaakt, waardoor Plekzat ook na 1 augustus open kan blijven. Dit was nodig omdat sportfondsen per 1 augustus de exploitatie had opgezegd. De stichting en de gemeente zijn al sinds januari 2024 met elkaar in gesprek om het beheer en de exploitatie van Plekzat volledig over te dragen aan de stichting. De wens was om dit voor 1 augustus geregeld te hebben, maar dat bleek niet realistisch. De gemeente treedt daarom nu tijdelijk tot uiterlijk 31 december van dit jaar op als exploitant, met de inzet van de stichting en een beheerder. Dankzij die inzet kunnen de activiteiten ook na 1 augustus in Plekzat doorgaan. Partijen streven ernaar om de continuïteit van Plekzat voor 31 december van dit jaar volledig en voor de komende 10 jaar gewaarborgd te hebben. Met deze tijdelijke maatregelen is daarvoor nu ook meer tijd en rust. Optisport sluit normaal gesproken de zwembaden tegelijkertijd met het einde van de zomervakantie van de basisscholen in onder andere de gemeente Drimmelen. De locatiemanager Erik de Pauw van de Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheide geeft aan dat onder andere vanwege de weersomstandigheden is besloten de zwembaden 2 weken langer open te houden, dat is tot 1 september. Genieten met de tafelgenoot. Onder het genot van een hapje en een drankje biedt de tafelgenoot u de mogelijkheid van een gezellig samen zijn met andere alleenstaanden van alle leeftijden. De locatie is wisselend, maar wel elke keer in een café of restaurant in onze gemeente. De frequentie is variabel, maar in ieder geval 10 keer per jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het mailadres van de tafelgenoot. Dan wordt u op de hoogte gehouden van komende activiteiten. De bijeenkomst van 8 augustus in de Zevende Hemel is helaas volledig volgeboekt. Omdat niet iedereen erbij kan zijn, is er op 14 augustus een extra tafelgenoot bij de Zevende Hemel. Donderdag 22 augustus om 19:30 s'avonds organiseert SWO een mantelzorgcafé bij onze kerk in Hoge Zwaluwe. U kunt andere mantelzorgers daar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Het eerste uur is SWO aanwezig voor eventuele vragen. U kunt daarna zo lang blijven als u wilt. Aanmelden is verplicht via het SWO. We blijven nog even bij de mantelzorgers, want van 4 tot en met 10 november is namelijk de Week van de Mantelzorg. Er wordt dit jaar weer een aantal workshops en activiteiten georganiseerd waarop mantelzorgers zich kunnen inschrijven. Om deze informatie met mantelzorgers te delen, wordt een programmaboekje verspreid van 2 tot en met 8 september. De organisatie is nog op zoek naar 3 mensen die in Made willen helpen met bezorgen. Belangstellenden kunnen zich melden bij SWO. Vanaf 2 september zijn de boekjes op het kantoor van het SWO op te halen en de boekjes mogen diezelfde week worden bezorgd. Van SWO ontvangt u verdere informatie over het bezorgen. U kunt dan ook aangeven of u een voorkeur heeft voor een dorp om te bezorgen. Het is de bedoeling dat u met eigen vervoer de informatieboekjes rond gaat brengen. De gereden kilometers kunnen worden gedeclareerd. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Zo is er dit keer een mooie reportage over de Nijmeegse Vierdaagse te zien, zoals eerder aangekondigd op onze social media kanalen met een preview. Deze week komt er een extra lange uitzending waarin we op zoek gaan naar wandelaars uit de gemeente Drimmelen. Meer dan 45.000 deelnemers uit meer dan 70 landen liepen 4 dagen 30, 40 of 50 kilometer in de omgeving van Nijmegen.
Het lijkt zoeken naar een naald in de hooiberg. We stonden echter iedere dag herkenbaar langs de route opgesteld en gelukkig konden we veel deelnemers uit Drimmelen naar hun ervaringen vragen. Wij feliciteren alle deelnemers met hun kruisje en onze crew met deze prestatie. Kunt u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Of hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!